Welkom terug bij Limburg in Beweging. Wij gaan starten met de warming-up met stappen op de plaats. Rustige stappen, hoek van 45 graden. En we nemen rustig die armen weer kruiselings mee. En het is mooi dat we ook Zeeland erbij hebben. Ivo uit Vlissingen doet ook mee. Super Ivo dat je weer meedoet vanuit Vlissingen. Die asana gaat weer langzaam een beetje omhoog. En je spieren krijgen langzaam weer wat bloed, waardoor ze ook mooi ververs worden. En dat is altijd het mooie van die warming up, want we hebben daar nog heel wat activiteiten voor jullie klaarstaan. Oké. We gaan dadelijk een uitvalspas maken en dan gaan we daar naar voren en terug, zijwaarts, naar beide kanten en achterwaarts. Oké. Begin niet te groot, want dat is nog de warming up. Oké. We gaan starten. Voorwaarts, zijwaarts en natuurlijk achterwaarts. Voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts. Even altijd een tik. En pak eens met een ander been. Voorwaarts. En ook achterwaarts. En zijwaarts. Voorwaarts. Achterwaarts. Dus kun je een beetje afwisselen. En telkens een ander been nemen. Zo langzaam. Je bovenbeenspieren lekker warm maken. Mooi. Even volhouden. En rust. Goed zo. Welkom bij dag 4. Vandaag hebben we buik, billen, benen. En voor iedere B hebben we een aparte oefening die we 3 keer herhalen met een twist erbij. Dus we beginnen met de bovenbenen, dan komen de billen en dan komt de buik aan bod. En bij ieder circuitrondje wordt het ietsje moeilijker. En aan het eind hebben we nog een combinatieoefening waar alle 3 samen worden getraind. Heel veel plezier! Het dansje van vandaag is van MC Hammer. Dat is best veel benenwerk, dus voor de mensen die graag de stoel willen bijnemen, die pakken even de stoel voor zich, dat ze kunnen vasthouden. En voor de mensen die hem niet nodig hebben, mogen hem opzij zetten. Dan gaan we dadelijk wat benenwerk doen. Je kunt het zo gek maken als je wilt, maar je kunt het natuurlijk ook wat lichter maken. We maken een lekkere warming up is, wordt snel moe. Aardig. Goed zo, dan is iedereen nou lekker warm. Benen zijn goed opgewarmd. Want voor zo'n benen, buik en billendag moet je even zorgen dat alles natuurlijk goed warm is. We gaan een circuitvorm doen waarbij we eigenlijk 3 circuitjes maken. We gaan starten met ronde 1. Oké, we gaan dadelijk een squatbeweging doen. Ik doe hem eerst voor, jullie hebben nog even pauze. De meesten moeten even op adem komen. We gaan dadelijk op die manier de squatbeweging doen. Ademhaling eventjes weer omlaag. We pakken wel een brede basis. En dan gaan we beginnen. Oké. Rustig tempo. Spierverstekende oefening. Geen cardioprogramma, dus langzaam. Beweging maken. Een keertje draaien. Goed. Billen naar achter gaan
krijg je mooie aanspanning van je quadriceps. Je moet eigenlijk als het ware je tenen nog kunnen zien. Zorg voor een brede basis, het is geen evenwichtsoefening. Dus een brede basis, iets breder als de schouders. Dan sta je lekker stabiel. En heeft hij wat steun nodig, ook geen probleem. Pak dan eventjes de steun, of van de rollator, of van de stoel. Geen probleem. Wil je wat kleiner uitslagen maken, is dat ook in orde. U bent in ieder geval mee in doen. En wil je wat dieper gaan, dan mag dat uiteraard ook. Oké, we hebben even rust. En in de rust ga ik elke keer voordoen wat de volgende oefening is. We nemen de stoel, gaan zo staan. En we gaan dadelijk met een gestrekt been op die manier omhoog tillen. 30 seconden de ene zijde, 30 seconden de andere zijde. We hebben nog even pauze. Goede ademhaling. Die MC Hammer is nog steeds aan het hammeren. En dan gaan we beginnen. Je strekt omhoog, bilspier mooi aanspannen. Tot je eigen één lijn bent met je lichaam. Klein beetje overstrekken mag, maar niet te veel. Ga niet helemaal zo omhoog en zeker niet buigen in je andere heup. Ander been blijft gewoon stabiel en blijf eigenlijk stilstaan. Standbeen dicht gebogen. En je romp blijft ook in deze positie. Ietsjes langzamer en dan gaan we wisselen. Standbeen blijft stabiel. Ja, dat is ook altijd een kunst. Om het niet te veel te bewegen met je standbeen. Een mooie bilspier en je hamstrings aan te spannen. Mooi. Ga nog even door. En we hebben even rust. We pakken de stoel erbij. We gaan dadelijk een buikspieroefening doen. Ik doe even de oefening voor. We gaan dadelijk de knieën op deze manier optellen. Je mag eventueel de handen zo, maar je mag ook de handen eventueel gesteund. Voor als je wat meer steun wil. Belangrijk is dat je actief zit. Dus niet onderuit je zak zitten. Probeer echt recht te zitten. En dan kunnen we zo starten. Oké. Beide knieën heffen en probeer ze van de grond af te houden. Je ziet dat ik ze net niet op de grond plaats. En als het lukt, mag je loslaten. Dan kan je nog een klein beetje die romp krullen. We komen eigenlijk weer terug van een actieve houding. Vind je het te vermoeiend? Plaats dan tussendoor elke keer even de voeten op de grond. En til ze dan op. Dan heb je even een fractie van een seconde pauze. Dat is net wel iets lichter voor je buikspieren. Probeer nog even door te gaan, even vol te houden. Dat we ook die buikspieren wat moe maken. En wat verzuring in die buikspieren en die bovenbenen. Helemaal niet erg. Dat is precies onze doelstelling. Lokale vermoeidheid in de spieren. En dat is dat branderig gevoel. Goed zo. We hebben de eerste ronde al erop zitten. We gaan naar de tweede ronde. De tweede ronde gaan we een beetje uitbreiden. De squat gaan we doen met de emmer erbij. Dus pak je emmer. Je mag zelf kiezen hoeveel je erin doet. En we gaan een beetje breder staan. En we gaan op die manier dadelijk de squat uitvoeren. Een mooie rechte rug. Meer dat zitten. Dus niet helemaal zo ertussen. Het is een iets andere oefening. Je gaat echt die zittende oefening maken. Oké, we gaan starten. Blijf goed doorademen. Rugspier lekker aanspannen. En elke keer net of je gaat zitten. Vind je dat te gevaarlijk? Neem de stoel achter u. Mocht je dan een keertje vallen of dreigen te vallen. Geen probleem. U zit. Altijd fijn om dat achter u neer te zetten, een stoel. Voor de veiligheid. Oefeningen is goed. Veiligheid is noodzakelijk. Ik voel mijn bovenbeen al lekker branden. Word moe. Er zit toch wel wat gewicht erin. Dat
laat me inderdaad denken aan de vorige keer dat we de prijsvraag hebben gehad, waar we van twee deelnemers hebben die de juiste gewicht hadden geraden. We maken het in orde met jullie. Oké. Even de emmer neerzetten. En we gaan onze stoel gebruiken als steuntje. We gaan dadelijk zo staan. Ik doe de eerste oefeningen voor. U strekt naar achter. En u maakt dus waar een draaibeweging naar voren. Voor mensen met nieuwe heupen maakt de draaibeweging wat kleiner. U mag hem wel maken, want het is een naar buiten draaibeweging, dus dat mag. Maar u moet hem niet te hoog maken. We doen 30 seconden aan de ene kant. U mag meedoen. Dus u strekt naar achter. En draait naar voren. Strekt naar achter. Draai naar voren. Strek naar achter. Lijkt een beetje op de oefening wat ze doen bij de warming-up van de voetballers. Voor de liezen wat warmer te maken. Maar ook daar beginnen ze soms wat intensief en is dat eigenlijk geen warming-up. En krijgen we geregeld daardoor blessures. Dus ook voor de voetballers, warming-up zijn niet grote beweging. In het trainingsgedeelte komt er vanzelf van. We gaan wisselen. Dus ook hier weer. Strek naar achter. Draai naar voren. Strek naar achter. Draai naar voren. Naar achter. Naar achter. Goed zo. En hou vol. Ja, je voelt nou ook een standbeen. Voel je bilspier aanspannen. Die heeft nou eigenlijk het zwaarste. En we hebben rust. We gaan naar de schuine buikspieren en daar hebben we de stoel wel voor nodig. We gaan eigenlijk zo zitten, weer op het puntje van de stoel. Ellebogen op deze manier. We gaan eigenlijk telkens op die manier bewegen. En de variant is natuurlijk met de voeten opgetild. Nog even pauze. Even op adem komen. En dan gaan we beginnen. Handen gekruist. Je ziet, ik probeer die voeten even net niet neer te zetten, waardoor ik continu spanning op mijn buikspier houd. Dan krijg je iets sneller de verzuring. Is dat nog wat veel? Ook geen probleem. Zet er gewoon af en toe een voet op de grond. Dat is net zo goed, alleen een klein beetje lichter, maar je bent nog steeds heel goed mee aan het doen. Dan lukt het toch om een paar slagen wel zonder te steunen. Met de voeten, dan doe hij een paar slagen op deze manier. Met de voeten niet steunend. En is het dan weer te zwaar, zet hij gewoon de voeten weer eventjes tippend neer. Zo kun je eigenlijk ook in een minuut een beetje variëren. Eén keer wat zwaarder, één keer wat moeilijker. En wie weet, over 6 weken kun je het wel. Houd even vol. Het is goed warm hier. Maar ik heb een handdoekje. En even rust. We zijn al bij ronde 3 gearriveerd. We gaan de squat in schredenstand doen. Met de flesjes of de pakken. Ik pak even de pakken. 1,5 liter pakken. En we gaan dadelijk in schredenstand staan. Dat betekent 1 voet achter, 1 voet voor. Op deze manier. En dan gaan we dadelijk op die manier de squat maken. En ook voor hier kun je weer je stabiliteit smaller maken. Met een smalle basis heeft hij meer evenwicht nodig. Maar nou is een krachtoefening beter, iets bredere basis. Is makkelijker. Oké, we gaan starten. We doen 30 seconden met het ene been voor. Dan 30 seconden met het andere been voor. Zorg dat die ademhaling op peil blijft. Wil je wel steun van een stoel? Neem dan 1 hand aan de stoel vast. Op deze manier. We gaan wisselen. Ander been voor. En voor het enkelzijdige verhaal op deze manier. En lukt het zonder steun, dan gaan we op deze manier verder doen. Probeer maar eens wat langzamer en wat dieper te gaan. Dan wordt de oefening nog leuker.
Oké, we hebben pauze. Bij de volgende oefening gaan we de achterkant van het been trainen. En dat doen we met een iets wat onnatuurlijke beweging. Normaal gesproken, als je het been naar achteren doet, heeft het de neiging om te strekken. Dat is een natuurlijk fenomeen. Zoals bij een ezel, die trapt naar achteren en die strekt dan het been. Nu vragen we jullie om de knie 90 graden, dus in een rechte hoek, gebogen te houden. En dat gedurende de hele beweging. Dat is onnatuurlijk en daarom moet je bij deze krachttraining extra concentratie opbrengen om de beweging goed uit te voeren. De stoel is als het ware ons wandrek. En we gaan dadelijk een mooie trapbeweging maken, maar eerst komen we met de knie naar voren en dan met de benen achter. En we gaan proberen als extra toevoeging de knie in 90 graden te houden, maar ook in 90 graden omhoog te houden. Dat vraagt wat meer van uw coördinatie, dus hier blijft hij onder 90 graden. En eigenlijk over die hele range mag je eens proberen om 90 graden aan te houden. Dat is best lastig, maar oefening baart kunst. Daar gaan we. Mooi in die 90 graden. U kunt mij beter controleren dan ik zelf. Probeer dat maar eens op die manier. Mooi die 90 graden van de knie te houden. Dan moet je echt een beetje concentreren. En alleen het heupgewricht laten bewegen. Uw enkelgewricht blijft stil. Uw kniegewricht blijft stil. Het enige wat beweegt op dit moment is uw heup. En na 30 seconden natuurlijk weer wisselen. 90 graden in de knie. Even weer zoeken. Maak ook voor mij is het met de linkerbeen ietsje moeilijker. Omdat ik natuurlijk rechtshandig ben. Dat is niet erg. Ook daarbij geldt als je meer met links traint, wordt je linkerbeen ook coördinatief sterker. Niet alleen krachtiger, maar ook coördinatief sterker. Even vol. En we hebben even rust. Goed. De buikspieren komen weer terug in de ronde 3. We gaan het puntje van de stoel zetten. We strekken dadelijk uit en gaan dadelijk op deze manier naar de scheenbenen toe. Let een beetje op of je nou op het puntje zit en kiep die op deze manier naar voren. Dat lukt niet. Zit hij te ver achter, dan hoeft hij niks te doen, komt hij niet omhoog. Je moet net even zoeken waar uw kantelpunt is. Dat kan ik niet voor u bepalen, want dat ligt ook aan uw eigen weg. Hoe zwaar zijn uw benen, hoe zwaar is uw romp. Dus zoek even waar u het fijnste zit. Oké, we gaan starten. Benen gestrekt. Voor mij is de kantelpunt hier. En zo gaan we die rechte buikspier weer erbij nemen. Even vasthouden. Even vasthouden. Je trekt als het ware die navel een beetje in. De eindronde is een combi-oefeningenronde. Zijn jullie er klaar voor? We gaan de buikspier en zit doen. Een squat-oefening. En dan ook nog op de tenen staan. Ja, bij Jorgen gaat helemaal los. Dus ik zal hem voordoen. We gaan zo zitten. We gaan eerst optillen. Dan gaan we omhoog. Dan op de tenen staan. We maken die squat. We gaan weer zitten. En we gaan optillen. We gaan staan, op de tenen staan, de squat oefening, even vasthouden en op die manier gaan we de serie maken. Oké, we gaan starten. We beginnen met de buikspieren. We gaan staan, op de tenen, langzaam die squat beweging, even vasthouden om het wat leuker te maken. Dan gaan we zitten, buikspieren aanspannen, even vasthouden. Dan gaan we weer staan, tenenstand. Even vasthouden, langzaam naar beneden en ook daar, net boven die stoelleuning, voor de zitting, even vasthouden, gaan zitten, de buikspieren, even vasthouden, een kwartslagje draaien, we gaan staan, op de tenen,
vasthouden. De squat net de stoelvlak niet raken. We gaan zitten. Buikspieroefeningen. Staan. Tenenstand. Squat. Zitten. En even vasthouden met die buikspieren. Oké, super. Leuke oefening. We gaan verder met de cooling down en het rekken. We doen de hamstrings in zit en we gaan proberen of het met beide kanten in één keer lukt. We zitten mooi op het puntje van de stoel. Niet te ver, want ik zou de stoel kunnen wippen. We gaan de tenen, voeten een klein beetje weg. Holle rug en nu naar voren. En nu kunnen we beiderzijds rekken. Allemaal zo even vast. Het is altijd grappig dat tijdens de cooling down, als ik zelf rustiger word, dat dan in één keer die zweetdruppeltjes komen. Is natuurlijk niet erg, maar is wel grappig. Tijdens de oefening valt het wel mee. Maar als je dan wat rustiger aan gaat doen en je hartslag langzaam omlaag gaat, de ademhaling wat langzaam omlaag gaat, dan merk je dat je lichaam eigenlijk de warmte vrij wilt afgeven aan de omgeving. En dat doe je inmiddels zweten. Misschien heeft Bjorn daar straks nog een leuk verhaaltje over. En dan de laatste keer. Je voelt hier mooi de rek. En doordat ik mijn voeten weg bewogen, krijg je niet dat je de nervus sciaticus oprekt, maar alleen je hamstrings. Mooi. Jullie hebben misschien dorst gekregen door alle oefeningen. En dan lees je wel eens dat je minimaal 8 glazen water per dag moet drinken om gezond te blijven. Nou, dus een van de mythes die we in de komende uitzendingen willen ontkrachten. Waarschijnlijk stamt die van na de Tweede Wereldoorlog, 1945, 1946, waar iemand zei dat je heel veel water nodig hebt, heel veel vocht nodig hebt om in leven te blijven, om gezond te blijven. Maar de zin die daarna werd genoemd, die wordt er nu niet meer bij genoemd. Namelijk dat het meeste van dat vocht al in je voedsel zit en in andere dingen die je tot je neemt. Je hoeft echt geen 8 glazen water per dag te drinken. Je krijgt voldoende vloeistof binnen via melk, via koffie. Alleen bij het sporten zoals nu, en als je gaat zweten, dan heb je wel extra water nodig. Dus drink vooral niet zoveel als de meeste mensen je zeggen dat je zou moeten doen. We gaan over tot de diepe bilspier, de piriformis. U tilt hem op, u kruist uw knie over de middellijn en trekt uw onderbeen een beetje naar binnen. En dan voelt hij diep, hier diep in de bil, voelt hij rek. Dat is goed. Mensen met een nieuwe heup, voorzichtig naar binnen bewegen. Liefst niet over de nullijn. Ga dan ietsjes op deze manier en maak de rotatie een klein beetje meer. Want dat naar binnen, u mag niet over de nullijn nemen met een nieuwe heup. En we gaan wisselen. Oh, deze is echt een stuk stijver. Ik zal het nog eens uitleggen. Als je eigenlijk je heupkommetje hebt, dan zie je dat die in een hoek van 45 graden staat. Je hebt hier je heupkop. Die heupkop zit op deze manier in het kommetje. Normaal heb je in de natuur een iets dieper kommetje en een iets mooier, grotere bol. En dan kan die mooi zo bewegen, zonder problemen, naar alle kanten. Op die manier. Maar het kommetje wat we hebben bij een nieuwe heup, is een iets kleiner kommetje, een iets kleiner bolletje. En met name als we dan naar binnen gaan, dan wil die daar nog wel eens eruit uit de kom gaan. En dat willen we niet en daarom mag je niet kruisen. Dat is de reden. Netjes. Een keer wisselen. Goed vasthouden. Je moet echt eens rek voelen in de bil. Voel je het niet, dan moet je nog iets meer of over de middellijn heen kruisen of iets meer het onderbeen naar binnen draaien. En dan voel ik duidelijker de rek. Nu voel ik hem hier duidelijk weer diep in die bil. Daar moet je hem voelen. Voel je hem in de lies? Dan kan het zijn dat hij een beginnende heupslijtage heeft. Dan is deze oefening niet zo heel erg geschikt voor u.
dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste oefening. En dat is de kuiten rekken in stand. En we gaan proberen om dat met beide kuiten tegelijkertijd te doen. We zetten die hakken op de grond. Knieën gestrekt. En dan gaan we langzaam naar voren. En uw hakken blijven op de grond. Door op deze manier naar voren te gaan, de hakken nog steeds op de grond te houden, voel ik nou een beide kuiten rek. Twee halen, geen betalen. Super. Even berust. Dus ook dat kan in één keer twee kuitspieren raken. Het vraagt enige concentratie. Hakken blijven op de grond, dat is het belangrijkste. Knieën blijven gestrekt. En je gaat langzaam naar voren. Niet de holle rug maken. Dus ik zie ook dat ik mijn elleboog een beetje bui. En nu ben je beide kuiten tegelijkertijd aan het trekken. Maar de hakken zijn nog steeds op de grond. Anders krijg je niet die hoekvergroting waarbij aan die achillespees getrokken wordt. En dus aan je kuitspier getrokken wordt. Even rust. Mooi. Dat was het einde van deze training. Buik, billen en benen. Morgen weet u wel waar wij het over hebben gehad. De volgende keer heeft u nodig de stoel, de flesjes en de pakken en het matje komt weer terug. Dus we zien u graag morgen weer terug bij Limburg in Beweging. Blijf toes, blijf fit, tot morgen!